vandaag gaan we het hebben over hoe we van energieleverancier kunnen veranderen. En daarom staat Jordi bij mij. Dag Jordi. Hallo, dag Doreen. Wat doe jij juist? We hebben elkaar al ontmoet natuurlijk. Ja, klopt. Alweer binnen Testaankoop? Ja, wel, ik werk eigenlijk binnen het energieteam van Testaankoop, waar ik mij vooral bezighoud met alles wat te maken heeft met energieprijzen, energiefacturen. En dus ook energieleveranciers waar we het vandaag zullen over hebben. Ja, de aanleiding is misschien wel dat de federale energieregulator, Kreg, dat die dus aangekondigd heeft dat 1,2 miljoen gezinnen wel eens te veel zou betalen. Ja. Structureel uiteraard, dus dat is toch wel een probleem. Ja, ja. Ja, klopt, inderdaad. Een aantal weken geleden hebben ze nieuwe cijfers bekendgemaakt. 1,2 miljoen Belgische huishoudens betalen te veel voor hun gas en hun elektriciteit. Tot 1000 euro per jaar. Dus dat zijn toch stevige cijfers. Tegelijkertijd zien we ook uit cijfers van de Kreg dat de duurste contracten op de markt oververtegenwoordigd zijn. Dus die hebben een marktaandeel van om en bij de 50%. Terwijl de 10 goedkoopste energiecontracten een marktaandeel hebben van slechts 10%. Ja. Dus dat wil zeggen dat mensen, dat de kans groot is dat mensen een duur contract hebben. En dat het toch wel de moeite kan lonen om eens te gaan vergelijken, om op die manier te besparen. Ja, mijn eerste vraag aan jou was waarom van leverancier veranderen, maar dan zijn we eigenlijk al aanbeland bij het antwoord. Ja, klopt. Omdat het een besparing kan opleveren en omdat er natuurlijk tientallen energiecontracten op de markt zijn, die evolueren ook voortdurend. Elke maand maken energieleveranciers een nieuwe tarieven bekend. Aan het begin van de maand publiceren ze nieuwe tariefkaarten. Mm-hmm. Dus wij raden over het algemeen toch aan om 1 à 2 keer per jaar even de tijd te nemen om na te gaan of jouw energiecontract wel nog voordelig is en of je niet kan besparen door te switchen naar een andere leverancier. Dan is dat toch wel een zeer competitieve markt, ook voor degene die energie aanbieden, lijkt mij. Ja. En wie zijn dat dan zojuist? We doen het normaal niet echt namedroppen, maar hier gaan we het wel doen. Ja, inderdaad. Het antwoord hangt eigenlijk een beetje af van waar je precies woont. Dus de concurrentie is verschillend van regio tot regio. Mm-hmm. In Vlaanderen heb je 10 à 15 energieleveranciers, maar in Brussel zijn dat er slechts een viertal bijvoorbeeld. Dus daar heb je wel iets minder keuze. De grootste leverancier in de drie gewesten is Engie. Die heeft in Vlaanderen een marktaandeel van 40 à 45%. Mm-hmm. In Brussel zelfs 70%. De top drie in Vlaanderen die wordt dan vervolledigd door Luminus en Eneco. Nu moet ik even spieken. Total Energies ook, denk ik. Nee? Total Energies in Brussel en ook Luminus in Brussel. Dus dat is een beetje de top drie. Maar daarnaast heb je een heel aantal kleinere spelers die zich dan profileren als prijsbreker of als online speler. Of een speler die zich richt op hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Dus dat gaat dan om minder gekende namen zoals energie.be, EBEM, EcoPower, Frank Energie, Tats24 en ga zo maar door. Niet onbelangrijk is dat uit onze jaarlijkse tevredenheidsenquête blijkt dat de kwaliteit van een leverancier niet noodzakelijk gelinkt is aan de grootte van de leverancier. Dus die kleinere spelers die laten vaak ook hoge tevredenheidscijfers optekenen. Mm-hmm. Stel, ik wil die vergelijking eens maken. Wat heb ik dan nodig van mijn eigen gegevens? Kan ik die terugvinden op de laatste factuur dan waarschijnlijk? Ja. Wel, eerst en vooral heb je natuurlijk jouw verbruiksgegevens nodig. Hè? Dus je jaarlijkse elektriciteit en gasverbruik als je gas hebt. Je kunt dat inderdaad terugvinden op een laatste afrekeningsfactuur. Hè? Dus daar staat een grafiek met een historiek van de voorbije jaren. Dus dat zijn interessante cijfers die je nodig hebt om een zo correct mogelijke vergelijking te kunnen doen. En die ga je dan invoeren in een prijsvergelijker, zoals die van ons. Waarbij je dan in een aantal kliks een rangschikking te zien krijgt van de meest voordelige leveranciers in functie van jouw verbruiksprofiel. Als je dan wil switchen, dan heb je ook je EAN-nummers best bij de hand. Okay. Dus dat is eigenlijk een 18-cijferige unieke code die begint met 54. Mm-hmm. En die identificeert jouw afnamepunt voor elektriciteit en gas. Dus je hebt een verschillende code voor elektriciteit en voor aardgas. Dat is adresgebonden waarschijnlijk. Ja, dus
gelinkt aan jouw afnamepunt, inderdaad. Mm-hmm. Ja. Dus dat heb je nodig. En verder heb je niet zoveel nodig. Het is eigenlijk kinderspel. Hè? Dus je hoeft alleen een nieuw contract te ondertekenen met een nieuwe leverancier. En die gaat alles voor jou regelen met de oude leverancier. Dan ben je al een stap verder als je beslist van ik ga switchen. Want bijvoorbeeld, ik heb zonnepanelen. Dat lijkt me dan ook wel belangrijk om dat ook in die equation te steken? Ja, inderdaad. Dus daarom is het belangrijk dat je een vergelijking doet op basis van jouw persoonlijke verbruiksprofiel. Ja. Want de goedkoopste leverancier voor mij is niet noodzakelijk de goedkoopste leverancier voor jou. Dat is niet objectief te bepalen. Nee. Ja. Het is echt in functie van jouw verbruiksprofiel en natuurlijk ook in functie van jouw behoefte. Maar als jij zonnepanelen hebt, dan zal de vergelijking wellicht een ander resultaat opleveren, mm-hmm. omdat er dan een aantal andere factoren zijn waar je rekening moet mee houden. Als je zonnepanelen hebt en een digitale meter in Vlaanderen, klopt. Dan krijg je ook een terugleververgoeding voor de stroom die je op het net zet. Ja, die terugleververgoeding verschilt ook van leverancier tot leverancier. Ja. Dus in de berekening ga je daar dan ook rekening moeten mee houden. Dan stel, ik beslis om effectief te switchen. Je zegt, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ze regelen dat onderling. Klopt. Maar je hebt wel misschien een kleine periode. Ja, wel, je moet rekening houden met een opzegtermijn van 3 weken. Hè. Dus dat betekent dat als je vandaag een nieuw contract sluit, dat het pas ten vroegste binnen 3 weken kan starten. Mm-hmm. Nu, bij de meeste leveranciers kan je ook de datum kiezen hè, waar het contract moet ingaan. Als je zegt van, ja, vandaag zijn de vaste tarieven bijvoorbeeld interessant en ik denk dat die de komende maanden zullen stijgen, mm-hmm. maar ik wil pas binnen 3-4 maanden switchen, dan kan je dat ook doen. Dan kan je vandaag een contract afsluiten en startdatum binnen 3-4 maanden leggen. Ja. Dan heb je ook meterstanden nodig, maar ik heb dus bijvoorbeeld een digitale meter, dat gaat dus ook automatisch. Ja, dat gaat inderdaad automatisch. Hè. Dus als je switcht van energieleverancier, dan zal er sowieso een meterstandopname moeten gebeuren. Jouw oude leverancier moet natuurlijk een slotfactuur opmaken. Dus als je een analoge meter hebt, dan is het wel belangrijk dat je die meterstanden zelf doorgeeft. Hè. Je zal wel een uitnodiging mm-hmm. ontvangen van je mm-hmm. netbeheerder, mm-hmm. maar het is belangrijk dat je dat tijdig doet om te vermijden dat men zich bijvoorbeeld gaat baseren op een schatting. Ja. Want dan loop je het risico dat de facturatie niet helemaal correct gebeurt. Natuurlijk, met een digitale meter is het heel makkelijk. Die meterstand wordt automatisch uitgelezen en doorgegeven aan je leverancier. Nu, in theorie kan je zo vaak als je wil switchen van leverancier. Klopt dat? Ja, dat klopt. Op zich kan dat. Dan moet je daar wel mee willen bezighouden. Ja, natuurlijk. Voilà, inderdaad. De vraag er staat geen limiet op. Nee, er staat geen limiet op. Maar de vraag is of dat echt de moeite loont, natuurlijk. Daarom dat we ook aanraden om 1 à 2 keer per jaar die oefening te doen. Ze geven natuurlijk wel welkomstkortingen. Dat kan helpen. Maar ik denk dat dat ook net een reden is. Ze geven zelf aan, als je dan binnen het jaar weggaat, valt dat ook klopt. Weg. Ja, dat is een punt om mee rekening te houden, inderdaad. Hè. Dus die welkomstkortingen die worden door meer en meer leveranciers aangeboden. Mm-hmm. Maar je moet er toch aandachtig voor zijn. Dus je kunt er je voordeel mee doen, maar er zijn een aantal punten waar je rekening moet mee houden. Ten eerste, die welkomstkortingen die zijn vaak tijdelijk van aard. Mm. Dus dat wil zeggen dat ze enkel het eerste jaar gelden dat je klant bent. Dat betekent, vanaf het tweede jaar ga je de volle pot betalen. Dus dan is het tarief niet noodzakelijk nog zo interessant als dat het mm-hmm. eerste jaar was. Ten tweede moet je er rekening mee houden dat die welkomstkortingen, dat daar vaak voorwaarden aan verbonden zijn. Mm-hmm. Tijdige betaling, verplichte domiciliering, verplichte facturatie via e-mail en ga zo maar verder. Dus dat is toch ook een aandachtspunt. Ten derde moet je ook nagaan hoe die korting precies berekend wordt. Inderdaad, dat kan pro rata het aantal dagen dat je klant bent geweest. Maar het kan ook dat die korting pas verworven is als je 1 jaar klant bent geweest. Dus als je dan vroeger gaat switchen, zoals in jouw voorbeeld, dan loop je het mm-hmm. risico dat je de korting natuurlijk misloopt. Ja. Wat zijn zo nog een aantal dingen waar we contractueel moeten naar kijken? Ja, wel, als je een nieuw energiecontract sluit, dan zijn er een aantal contractuele bepalingen waar je best rekening mee houdt. Dus eerst en vooral, gaat het om een variabel of een vast tarief? Heel belangrijk, je hebt energiecontracten met variabel tarief, vast tarief. Ja. Vast tarief is jouw prijs gegarandeerd gedurende de looptijd van je contract. Bij een variabel tarief zal je prijs mee evolueren met de schommelingen op de energiemarkten. Dan heb je contracten van bepaalde duur, 1, 2 jaar. Vroeger had je ook contracten van 3 jaar en zelfs 5 jaar, maar dat zien we vandaag veel minder. En contracten van onbepaalde duur, waarbij je leverancier eigenlijk het contract kan beëindigen, mits zij een opzegtermijn
termijn van 2 maanden respecteert. Dus dat is ook iets waar je best rekening mee houdt. En tenslotte de vaste vergoeding of de abonnementskost. Dat is eigenlijk een vergoeding die je betaalt aan de leverancier om de vaste kosten te dekken. Bedraagt gemiddeld 60 euro, maar kan oplopen tot 160 euro per energiecontract per jaar. De manier waarop die aangerekend wordt, kan ook verschillen. Dus je hebt leveranciers die pro rata het aantal dagen dat je klant bent aanrekenen, maar je hebt ook leveranciers die aanrekenen per begonnen contractjaar. Dus dan is het toch wel belangrijk, als je zou switchen, dat je dat in de gaten houdt en dat je je switch of je leverancierswissel goed timed. Ja. Heb je nog tips? Buiten, ga naar de vergelijker uiteraard en doe de test. Maar ik kan nog een laatste tip meegeven. Momenteel loopt nog altijd onze energieactie, waarbij we een heel competitief, variabel en vast tarief hebben onderhandeld met energieleverancier Mega. Dus daar kan je nog altijd een vrijblijvende simulatie gaan doen. Ja. In mei behoort het vaste tarief voor een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik tot de meest voordelige. Het is het meest voordelige op de markt in de 3 regio's. Dus het loont zeker de moeite om ook daar eens een kijkje na te nemen. Oké, dankjewel Jordi. En misschien tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Dag.